Vandaag, 20 juni 2015, organiseert de chauffeursvereniging Reuzel voor de basisscholen van Reuzel de Mierde een veiligheidsdag. Dit is een dag waar de kinderen die de school gaan verlaten, de groepen 8 dus, zich na de zomervakantie in het grote verkeer gaan begeven en worden voorgelicht over de gevaren die hun kan overkomen. Camper TV gaat een kijkje nemen. Martijn Gerard, chauffeursvereniging Reuzel. Martijn, wat zien we hier achter ons? We proberen hier de kinderen te laten zien wat dat een tractorchauffeur en een vrachtautochauffeur zien als ze achter het stuur zitten. Wat de dode hoek is voor de chauffeur. Dat proberen we te laten zien. Laten we de kinderen laten we in de trekker en in de vrachtauto zitten. Dan laten we ze een keer kijken. Dan laten we een paar kinderen laten we er voorbij lopen. Om te laten zien van wanneer zien jullie hem of haar nog. Als ze voor de wielen of langs de wielen lopen. En ja, of precies voor de voorkant door. En er langs. Dan proberen we eigenlijk de dode hoek een beetje te laten zien. Van een tractor en een vrachtauto. Dat is een beetje het doel van deze dag, hè? Bewustwording van alle gevaren die op de loer liggen met zo'n gigantisch apparaat. Ja, dat proberen we de kinderen mee te geven dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Ja. Hartstikke mooi, goed initiatief. Ja. In de rechter spiegels kijken, aan de rechtskant. Ja. Dan zie jij niet waar die banden liggen. Dus waar die personen in zitten. Dus als je op die plaats bent, dan ben je heel kwetsbaar voor de bestuurder van eventueel een groot voertuig. Dat kan een vrachtwagen zijn, dat kan ook een tractor of een bus zijn. Als je op die plaats bent, kun je er rekening mee houden dat ze het niet zien. Kees de Voogd, voorzitter chauffeursvereniging Reuzel. Ja. Wat een geweldige opkomst. Ja, we mogen dit jaar, zijn we heel gelukkig. We hebben dit jaar 110 kinderen. Twee jaar geleden was het een beetje terug uitgezakt. Dat had ook te maken dat ze in Lage Mierde een zeskamp organiseerden op dezelfde dag. En daar zijn we heel blij mee dat ze voor de jeugd van groep 8 naar morgen verplaatst hebben, naar zondag. Dus die kinderen kunnen nou ook weer hier gewoon aanwezig zijn bij de veiligheidsdag vandaag. Ja, we praten over 110 kinderen en die gaan na de zomervakantie allemaal de weg op. Ja. Dat is nogal wat. Ja, want ze gaan allemaal naar het voortgezet onderwijs. Dus we rijden dus nou ook met die vrachtauto's de route naar school toe. De gevaarlijke punten wijzen wij uit, dus zoals de dode hoek. Hoe kun je zien of een chauffeur jou überhaupt gezien heeft? Hoe kun je communiceren met elkaar, als fietser zijnde met die vrachtauto? Wat ik al zeg, echte gevaarlijke punten waar de kinderen met 2, 3 man en gewoon de omgeving vergeten. Maar ook waar ze rekening mee moeten houden, ook mee... mensen, zeggen wij dan, die zoeken op een industrieterrein of in een stad of dorp. En allemaal op die routes naar school. Ja. Dus echt de gevaarlijke punten komen allemaal aan bod. Ja, nou is dit de 23e editie van de Veiligheidsdag. Ik zie hypermoderne vrachtwagens en tractoren. En ja, als ik zo kijk, dan hebben ze meer spiegels dan een gemiddelde kapsalon. Ja. En toch is het hoofditem de dode hoek. Ja, dat klopt. Je kunt de vrachtauto nog zo vol hangen met spiegels en camera's. Maar die achter het stuur zitten zijn mensen. En die er langs fietsen blijven ook mensen. Dus het is van alle belang, ook al is een chauffeur bezig om zich een bocht te maken, zeg maar, naar rechts. Dan zal hij al moeten rekening houden met hoeveel ruimte heb ik nodig in die bocht. Dus hij kijkt naar tegenliggers van auto's. Dan zitten er de fietsers en die komen meestal in die binnenkant voorbij.
Doordat die opleggers of aanhangers in een bocht naar binnen toe komen, de zogenaamde inloop, komt daar die fietser in terecht. En een stukje in de dode hoek langs de vrachtauto. Op het moment dat die auto draait, ziet op dat moment die chauffeur eigenlijk de voorkant van zijn oplegger. Dus al wat er langs zit, ziet hij niet meer. Dus als daar iemand fietst, ja, jammer, maar helaas. Juist hard gezegd, maar het is wel zo. Ja, het is een fantastische dag met een tweeledig doel. Want jullie als chauffeur, je moet er natuurlijk niet aan denken dat je iemand onder je auto krijgt. En kinderen moeten veilig naar school kunnen. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat het weer een hele geslaagde dag is, Kees. Ja, het is absoluut al een geslaagde dag, ja. Okay. En we hebben net de eerste rit achter de rug. En ja, allemaal weer helemaal positief. Dus komt weer helemaal goed dit jaar. We zullen straks eens even aan een paar kinderen vragen hoe ze deze dag hebben beleefd. Hey, hartstikke bedankt en nog een hele fijne dag toegewenst. Ja, jullie ook bedankt, hè. En graag gedaan. Hey dames, gezellige dag vandaag. Ja. Ja. Veiligheidsdag. Jullie gaan allemaal, ik denk naar Pius 10 na de zomervakantie. Ja. Ja. Wat hebben jullie geleerd vandaag? De dode hoeken van de vrachtwagen. Ja. En tractor. En van de tractor. En we hebben ook van de politie geleerd hoe je kunt afmeten of iemand alcohol gedronken heeft. En allemaal al een keer met de vrachtwagen meegereden? Nee, dat gaan wij zo meteen doen. Oké. Nou, dan zul je zien wat een dode hoek is, hè? Wat een chauffeur ziet, zeker niet ziet. Dus even allemaal goed opletten met z'n allen. Ja. Ja? Ja. Oké, heel veel succes op Pius 10. Ja, dank je. En kom veilig aan en weer terug, hè? Ja. Ja. Oké. Doei!